weer de vierde generatie van de nieuwe Renault Clio. Weer een GTS, rijden met de nieuwste Panamera. Oud en nieuw. Omega en Insignia. Welkom bij het AutoWeeks journaal. Het wordt oorlog in het B-segment. Peugeot komt met een 208. Renault lanceert nog dit jaar een geheel nieuwe Clio en Niek, dat is de eerste auto die getekend is door onze landgenoot Laurens van der akker aan. Ja, dat moet je een beetje ruim zien. Hij heeft natuurlijk de facelift van de Twingo al getekend en de Dacia concept car is ook van zijn hand. Maar die Clio, dat is echt ja, het eerste echte nieuwe volumemodel dat hij heeft getekend. Ja. Nou, heb je, hebben we een hele mooie afbeeldingen. Het ziet er goed uit, maar wanneer komt hij eigenlijk? Nou, hij komt uh, in, uh, op de Autosalon van Parijs in het najaar staat. Ja, geen betere plek om een Franse auto ja. te presenteren dan daar natuurlijk. Nou ja, dan is die 208 uh, net een paar maanden op de markt. En ja, dan gaat het van dik af mijn planken natuurlijk. lijkt me een boeiende strijd, maar komt die Clio ook nog dit jaar in de showrooms te staan? Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, kijk, als Peugeot met zo'n uh, zo sterke troef komt, uh, dan moet de Renault natuurlijk uh, gauw volgen. En ik denk dat hij echt meteen naar Parijs al in de showroom staat. Oké, okay, dankjewel Niek. En uh, ja, wil je alles weten over die nieuwe Clio? Uh, koop dan de Outwijk die vanaf morgen in de winkels ligt. We pakken de serie Auto Nieuw weer op. En daarin vergelijken we een courante auto met zijn voorganger van 20 jaar of nog langer geleden. Deze week doen we dat met de Opel Insignia. En dan zou je kunnen zeggen: haal er een Vectra A bij, maar wij zochten het een stapje hoger. Want dat is tenslotte wat Opel ook met de Insignia wil. Dus werd het een Omega 2.5 TD die we spiegelen aan een 160 pk sterke Insignia 2.0 CDTI. Conclusie: wat was die achterwiel aangedreven Omega met BMW diesel toch een fantastische auto? Geen maand zonder nieuwe Porsche. Afgelopen week reden we met de Panamera GTS en dat is alweer de negende versie van de vierde sportwagen. Michiel, de GTS, wat voegt hij toe? Ja, dat voegt hij nog toe. Dat kun je eigenlijk bij elke Porsche natuurlijk afvragen, want in principe rijdt elke Porsche fantastisch. Deze GTS die vult een beetje het gat tussen de 4S en de Turbo. Hij heeft iets meer uh, vermogen en koppel dan de 4S, maar nou, weer minder dan de Turbo. Maar hij is wel heel erg sportief, dus het is eigenlijk de Turbo, maar dan zonder Turbo. Ja. Oké, okay, hoeveel pk heeft hij dan? Uh, 430. 520 Nm koppel, dus dat schiet lekker op. Ik heb hem mee kunnen sturen op het circuit van Ascari. Nou, dat is uh, geen straf, zoals je weet. En ja, fantastisch wat zo'n zware, uh, logge auto toch presteert hoor, op zo'n uh, circuit. Zou dit een uh, turbo moeilijk maken, denk je? Nou, die is uiteindelijk gewoon sneller, want die heeft, die heeft veel meer, meer koppel, vooral. En die GTS is heel erg snel, maar die turbo die gaat hij die niet bijhouden. Oké, okay, maar wel leuk dus. Ja, fantastisch. Oké, okay, nou uh, we gaan het verhaal lezen, Michiel. Dankjewel. Wat verbruikt de plug-in hybride Chevrolet Volt als je na het leegraken van de accu's niet meer bijlaat? Dat lees je deze week in Autoweek. Verder laten we de nieuwe BMW 3-serie alvast kennismaken met de Mercedes C-klasse. En je leest in Autoweek alles over de dubbeltest met de Citroën DS5 en de Peugeot 508 SW. Tot zover bedankt voor het kijken. Vrijdag is er weer een nieuwe aflevering van het AutoWeek-journaal. Tot dan.